Beste luisteraars, welkom bij het programma Wel Geïnformeerd, een paneldiscussieprogramma. Vanavond aanwezig Krishna Salikram en Wesley Amsand. Ik geef het woord aan Krishna. Dankjewel, lieve luisteraars. Goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Vanavond hier aan tafel de heer Wesley Amsand. Wesley, welkom. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Iwan. Goedenavond, Krishna. In het tweede uur praten we zoals gebruikelijk met onze man in Paramaribo, de heer Guillermo Samson. Later in het eerste uur praten wij met de heer Winston Ramotarsing. Hij is voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. En met hem gaan we praten over de maatregelen en de plannen die de regering heeft om de economische crisis en ook de monetaire crisis van Suriname op te lossen. Ja. Maar eerst gaan we praten met doctorandus Patricia Gomez, historica. Ik moet zeggen, een bekend historica, want ze publiceert regelmatig. Ze schrijft ook voor de Correspondent. En Patricia Gomez heeft in het kader van de maand van de geschiedenis, dat is deze maand, oktober, een stuk geschreven onder de titel Voorsprong en Eurocentrisme in het slavernijgeschiedenisbedrijf. De wetenschap als zaak van witte mannen en vrouwen. Patricia is nu aan de lijn. Goedenavond, Patricia. Ja, goedenavond, Krishna. Goedenavond, allemaal. Ja, goedenavond, Patricia. Patricia, in mijn inleiding zei ik dat je regelmatig publiceert, hè? Over slavernij. Ik heb maar één keer voor de Correspondent geschreven. Oh, oké. Maar dat artikel heb ik wel gelezen. Oh ja. Ja, vandaar dat ik het weet. Maar goed. Patricia, je hebt een stuk geschreven in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Ja. En je betoog komt erop neer dat wetenschappelijke instituten eigenlijk nog steeds gesloten bolwerken zijn waar witte mannen en vrouwen de dienst uitmaken. Ja. En voor de geschiedwetenschap houdt dat in dat de eurocentrische visie, de westerse visie, nog steeds dominant is. De niet-westerse visie komt maar mondjesmaat of ja, heel moeilijk aan bod. Marginaal. Marginaal, ja. Ja. Ja, dat klopt. Om met het laatste te beginnen, de witte dominantie is ook als het gaat om het bereiken van de witte mensen, hè, de witte luisteraars in populaire programma. Bijvoorbeeld vanmorgen was het programma, televisieprogramma WNL, Wakker Nederland. Mm-hmm. Daar zat Piet Emmer weer breed uit precies hetzelfde vertellen wat hij al twintig jaar vertelt, namelijk dat het met die slavernijgeschiedenis zogenaamd allemaal wel meeviel en dat we het allemaal wat genuanceerd moeten bekijken en dat wij zwarten geneigd zijn alleen maar de nare kanten op te lichten, zodat het lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel was. Weet je wel, zo'n verhaal vertelt die man al 20 jaar in de kranten, op de televisie, steeds maar weer. Ja, ja. Waarom is het belangrijk dat de niet-Europese visie, zeg maar de niet-Westerse visie, aan bod komt? Omdat we dan een beter en een volledige verhaal van het verleden krijgen. Dan weet je hoe het was en daardoor begrijp je ook eerder waarom het nu zo is zoals het is. We hebben nu een scheefgroei in de wereld, economische scheefgroei, witte westerse dominantie over de hele wereld, maar ook in de landen zelf en ook in de persoonlijke relaties. Witte mensen overheersen steeds en als ze dan niet het volledige geschiedenisverhaal horen, dan gaan ze ook niet nadenken over zichzelf van wat hebben onze voorouders gedaan, wat zijn de gevolgen daarvan voor ons nu. En dan nemen ze de grootste erfenis van die geschiedenis,
namelijk racisme, nemen ze dat racisme ook niet serieus. Dan denken ze, ach, dat valt wel mee, die zwarte is overgevoelig, ik bedoelde het niet zo. En dan blijven ze lekker zitten waar ze zitten, met alle voordelen die ze hebben van het verleden en alle voordelen die ze hebben van nu, van het racisme nu, van de uitsluiting nu. Ja. Patricia, je noemde het voorbeeld van Piet Emmer, jarenlang hetzelfde verhaal. Dat leek bijna op een vorm van indoctrinatie, waarbij de media zich daarvoor laat lenen. Ja, daar begint het eigenlijk wel een beetje op te lijken als je ziet hoe vaak die man op de televisie is en zijn adepten ook, hè, zijn volgelingen ook. En ook, wat me ook stoort, is dat een heleboel zwarte mensen die ook werk willen vinden, hè, ik heb het nu alleen over het geschiedenisbedrijf, hè, ja. Die gaan daar ook gedeeltelijk in mee, want ze weten als je een subsidie wil hebben, of al voor je eigen onderzoek, of als je een boek wil schrijven, of als je opdracht wil hebben, dan moet je eigenlijk een beetje het verhaal, het eurocentrische verhaal vertellen, moet je in de voetsporen van die witte historicus treden, want anders kom je bijna niet aan bod. Een gekleurd verhaal. Wat zeg je? Een gekleurd verhaal. Ja, een eurocentrisch verhaal. Een verhaal dat het met die slavernijgeschiedenis eigenlijk wel meeviel, dat het met het aantal doden wel meeviel, dat de winsten wel meeviel. Kortom, dat het allemaal minder erg was. En het vervelende is dat dus een aantal zwarte mensen daarin meegaat, weet je. Er was voor 2 weken geleden was er ook een ongelooflijk charmante mevrouw, een zwarte mevrouw, Giselle Gonzalez. Ze is geschiedenisdocente van het jaar, dus niet de minste. En die zit dan met de brede kant van haar mond op de televisie te vertellen dat ze zo trots was op de zwarte Elisabeth Samson. Omdat Elisabeth Samson niet onderdeed voor de witte slavenhouder. En ze was de rijkste zwarte vrouw van haar tijd. En waarom is dat kwalijk? En ze zei ook nog, en ze was nog extra trots, omdat die Elisabeth Samson helemaal naar Nederland was gekomen om bij de Staten-Generaal toestemming af te dwingen om te trouwen met een witte vent. Een dronkenlap bovendien. Nou, dat vond zij geweldig. Dat vind ik persoonlijk heel kwalijk, want dat geeft ze meet met 2 maten om je vraag te beantwoorden. In de eerste plaats meten die vrouw met 2 maten, want ze zit wel te zeggen van de witte man als slavenhouder, dat kan niet. Hè? Dat zijn we over eens. Maar als een zwarte vrouw dus ook over de ruggen van zwarte mensen rijk wordt, dan is het opeens geweldig. Dat kan toch niet? Elisabeth Samson is hoe ze ook erin is geslaagd om de witte man in zijn slechtheid te evenaren, want dat is het. Dat wil niet zeggen dat we haar moeten bewonderen. Ze is geen rolmodel, ze is geen voorbeeld. We hebben andere rolmodellen, andere voorbeelden. Bijvoorbeeld Roline Redmond, Sophie Redmond, dokter Sophie Redmond, om maar iemand te noemen van na de slavernij is dat. Weet je, we hebben geen vrouwen uit de slavernij die we kunnen bewonderen, zoals Amerika vrouwen had van de slavernij, hè? Harriet Tubman en Sojourner Truth. Ja. Weet je, dat waren vrouwen die hebben gevochten om de slavernij af te schaffen. Zijn mensen die we moeten bewonderen. Maar Patty, het is ook zo, en je zal het misschien ook beamen. Je valt weg, hè? Oh, ja, Patty, het is ook zo, en wellicht dat je ook dat soort beamen, dat historisch onderzoek heeft laten zien dat inderdaad vele gekleurde mensen, zwarte mensen, vrijgemaakte mensen ook slaven hielden in Suriname. Dus, ja, Patty, hoor je me? Wat wil je daarmee zeggen? Ik wil daarmee zeggen dat wat men zegt, om terug te komen op Piet Emmer, dat het toch veel ingewikkelder ligt dan het zwart-wit beeld dat we hebben. Dat witte mensen alleen slaven hielden. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik heb nooit gezegd dat alleen witte mensen slaven hielden. Helemaal niet. Maar ik moet toch wel een correctie aanbrengen in het beeld dat je nu schetst. Want het waren niet
veel zwarte mensen die slaven hielden in Suriname. Ja. En ik denk dat je doelt op het boek van mevrouw Neslo. Ja. Die heeft geschreven over die 165 gekleurde elites. Ja. Waarvan een groot deel ook slaven heeft gehouden. Nou, dat was een handvol mensen die dat heeft gedaan. En wat zij beschrijft is in een tijd van de laatste jaren van de... van de slavernij. Hè. Toen werd het veel makkelijker, ja, om je vrij te kopen. En dan gingen dus veel zwarten zichzelf, die dan zichzelf hadden vrijgekocht, die gingen dan geld verdienen om ook familieleden vrij te kopen, die ze daarna vrijmaakten. Of soms hielden ze zelf ook slaven, want dat was het systeem. Zwarten hebben meegedaan aan het systeem en daarom heeft het ook zo lang kunnen bestaan. En dat is dus ook mijn stelling van racisme blijft ook bestaan omdat wij, Blakama, daar ook in meegaan. Hè? Wij verzetten ons niet 100%, wij zoeken gewoon manieren om te overleven, omdat zowel de slavernij als haar erfenis, het racisme, gewoon verstrengeld zijn met de structuur, de economische structuur, de denkstructuur van de hele samenleving. Dus je komt er niet zo makkelijk van af. En ja, je moet brood op de plank hebben. Maar om dan zo iemand te gaan bewonderen, dat vind ik echt schandelijk. Patricia, ik denk zelf dat, dat de witte dominantie ook in Nederland op een gegeven moment leidend is voor een aantal van onze mensen. Waardoor zij ook meegaan in die stroom. Ja. Wil je een verandering bewerkstelligen? Dan denk ik even aan de Zwarte Piet discussie. Daar wil ik daar zeker analogie in trekken. Uh-huh. Die verandering moest al van buitenaf moeten komen. Ja. En ik denk ook verder dat als je het hebt over de witte dominantie. Uh-huh. Dat is ook weer voor een deel relatief. Het is hier natuurlijk binnen Europa is het absoluut kun je zeggen. Maar vanuit mondiaal perspectief bekeken zie je toch een verschuiving van het Westen. Als het gaat om militaire, economische, politieke macht en anderszins. Vanuit het Westen naar het Oosten. Dus ja, het Oosten speelt toch geleidelijk aan een grotere rol op een heleboel gebieden. En ten koste van het Westen. Ja, maar, is zo. Maar nu slaan we een hele andere weg in. Hè? Want dit is dan, als ik mag zeggen, het kapitalistisch systeem. Het racisme, slavernij en kapitalistisch systeem zijn kapitalistische ontwikkeling, hè, van dit andere economisch systeem. Die zijn ongeveer in dezelfde tijd, 16e eeuw, begonnen en over de wereld verspreid geraakt. En daardoor zijn ook de economieën van die andere landen zijn in het kapitalistisch systeem verstrengeld geraakt. En het kapitalisme is gestoeld op uitbuiting en op uitbuiting van de ander. Hè? Het is een hiërarchisch systeem met een kleine elite en een grote groep die wordt uitgebuit of genegeerd. Dus en het beste ging dat via huidskleur en nu gebeurt het ook op allerlei andere manieren. Dus dat is eigenlijk een zijpad van die erfenis, dat het systeem van het ongelijkheidsdenken en het uitbuiten is gewoon over de hele wereld verspreid. Maar mijn verhaal waar ik over naartoe wilde gaat over die dominantie in de slavernijgeschiedenisbedrijf. En wat ik graag wilde vertellen, als je het goed vindt. Ja, ja, graag. Want je hebt het over institutioneel racisme. Ja, precies. En ja, je noemt een aantal instituten hierbij. Ja, want waar het om gaat, het instituut, want Wesley. Geef niet, Patricia. Ik ben een beetje nerveus. Geef niet, ga je gang. Wat Wesley net zegt, daar kun je ook gewoon uitzendingen wekenlang over praten hoe dat doorwerkt. Maar hierop terugkomen, ja institutioneel racisme. Mensen denken dan wel eens van ja, dat gaat alleen maar over racisme van dat instituten bedrijven. Maar instituten zijn door mensen voortgebracht. Hè? Dus het is het denken en doen van mensen, van individuen. Dus individuen blijven verantwoordelijk. Dat is één punt. Het tweede punt is, het gaat niet alleen om het instituut zelf, maar het gaat ook om regels, om culturen,
om maatregelen, om interpretaties, om manieren van denken die een systeem vormen, die een structuur vormen, die dan racistisch uitwerken. En bij institutioneel racisme, in dit geval dat ik wil behandelen van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, dat is dan niet aan zich racistisch bedoeld, maar de uitwerking is wel racistisch. Dus bij institutioneel racisme, dat is juist het verneukeratieve. Dat is, gaat vaak uit van neutrale structuren. Maar dan kijk je naar de uitwerking. En die uitwerking is racistisch omdat het een bepaalde kenmerkende groep, hè, huidskleur, discrimineert en een andere groep bevoordeelt. Dan kun je zeggen, dat is institutioneel racisme. Bijvoorbeeld als we nu die toeslagentoestand zien van de Belastingdienst, mm-hmm, hè, dan is dat gewoon institutioneel racisme. Ja, ja. En als dus dat niet wordt rechtgetrokken, niet wordt rechtgezet, dan kun je zeggen van dit is bewust racistisch geweest. Het is de intentie geweest om te discrimineren. En de Belastingdienst probeert dat nu recht te trekken, dus dan kunnen we zeggen oké, institutioneel racisme, maar ze proberen het recht te trekken, dan houdt het op. Maar dat is niet altijd het geval. En dan om terug te komen op de KNAW. Ja. In 2012, 2013 kreeg het Minsee geen subsidie meer van de overheid. Hè? Dat weten we allemaal. En daardoor is het in een vrije val geraakt en is helemaal verworden tot een soortement van evenementenorganisatie, één keer per jaar slavernij Oosterpark, ja, organiseren. Ja, ja. Maar het Minsee had een wetenschappelijk deel, een museaal deel en een onderwijsdeel, geloof ik. Het wetenschappelijk deel heeft zij toen geprobeerd onder te brengen bij de KNAW. Want de KNAW, dat is een institutenorganisatie, een soort van overkoepelende organisatie. Ja. Het telt 10 organisaties samen en daarvan zijn 5 organisaties geschiedenisorganisaties. En ze zijn allemaal wit. Okay. En het Minsee heeft dus geweigerd om, de KNAW heeft geweigerd om het Minsee op te nemen in haar gelederen. En haar argument was, ja, jullie zijn niet wetenschappelijk genoeg geweest. Jullie hebben niet genoeg aan de internationale weg getimmerd. Mm-hmm. Dus passen jullie niet bij ons, want bij ons passen alleen instituten die excellente wetenschap bedrijven. Mm-hmm. Nou, klopt dat? Want het Minsee heeft er voor een groot deel een potje van gemaakt. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om wat mij betreft, ja, namelijk, door de slavernij en het racisme van nu heeft het Westen en met name Nederland ook een voorsprong in ontwikkeling gekregen die niet meer is in te halen, bijna. He, voor de landen, voor de voormalige kolonie niet en voor de bevolkingen nauwelijks in te halen. Alhoewel Wesley wel gelijk heeft als hij zegt, het Oosten is toch daarmee bezig, maar het is toch nog steeds een voorsprong. En in het slavernijgeschiedenisbedrijf in Nederland is dat een gigantische voorsprong. Want wij zwarte historici komen op een enkele na niet aan bod. Zelf onze moslimbroeders schrijven nu in de kranten en de boeken over onze slavernijgeschiedenis, weet je. Maar goed, dus de KNAW had moeten bedenken, hey, we hebben een voorsprong, het Minsee is niet helemaal klaar, maar onze andere instituten zijn ook niet zo geweldig begonnen toen ze bij ons kwamen. Ze hebben kunnen verkeren in een excellente gemeenschap en daardoor hebben ze zich kunnen ontwikkelen. Dus zij hadden het Minsee die gelegenheid ook kunnen geven, hè? Het wetenschappelijk deel van het Minsee. Ze hadden kunnen zeggen, wij hebben een voorsprong gehad, er is een scheefgroei en we helpen jullie om gewoon voor te blijven bestaan. En dan krijgen zwarte historici dezelfde kansen als de witte historici. Dat hebben ze verdampt. En het is ook niet moreel, hè? Want een racistische Duitse filosoof, die Kant, Immanuel Kant, mm-hmm, die zegt, was een antisemiet ook, hoor. Wat zeg je? Hij was ook een antisemiet.
Ja, hij was en een antisemiet en echt een smeerlap. Maar hij heeft één goed ding gezegd. Hij heeft namelijk om uit te maken wanneer iets goed is. Hè, goed en kwaad, verschil tussen goed en kwaad. Heeft hij gezegd, iets is pas goed als het voor iedereen goed is. Okay. Dat is mooi, hè? Ja. Iets is pas goed als het voor iedereen goed is. Alleen, wat bedoelde hij daarmee? Alleen, nou, als je wil beslissen over moraal, hè, als je een beslissing zoals van de KNAW, hè, is het goed voor iedereen om het Ninzin niet op te nemen? Nee, nee, het is alleen goed voor de witte historici, want die zijn versterkt, extra versterkt, hè, hun instituten blijven wit, het Ninzin is ontmanteld. Want vergeet niet, het Ninzin was opgericht in 2002 om ons zwarte historici een kans te geven op een eigen kennisinstituut waarin wij onszelf ook zouden kunnen ontwikkelen, juist omdat die witte bolwerken ontoegankelijk voor ons waren. En de overheid heeft nu het Ninzin geen geld meer gegeven, maar ze heeft die witte instituten niet toegankelijker voor ons gemaakt. Die zijn even racistisch gebleven als ze waren, met de enkele excuustruus daarin, die keihard moet werken. Weet je, dat is de situatie. Patricia, Rijksoverheid, de subsidie is gestopt vanuit de Rijksoverheid. Kreeg het Ninzin nog subsidie van de gemeente Amsterdam? Ja, maar dat was maar een klein beetje om gewoon af en toe iets kleins te doen en om die herdenking te organiseren. Hè. De hele continuïteit van het wetenschappelijk beleid van het Ninzin was daarmee kapot. Want je moet voor jaren geld hebben als je onderzoek wilt doen. Hè. Je kan niet een beetje geld hier, een beetje geld daar. Ze moeten bij het Mondriaanfonds aankloppen om aan geld te komen. Mondriaanfonds, ook een totaal witte organisatie. Dus het Ninzin is vleugellam gemaakt. En ja, dat had de KNAW in overweging moeten nemen. En daarmee heeft de KNAW niet alleen de historici tekort gedaan en de witte historici bevoordeeld, maar ze heeft ook de samenleving benadeeld, want dat zwarte historici, ik bedoel de boeken van Frank Drachtenstein, die worden niet op de tv behandeld, weet je. Frank Drachtenstein, die komt niet op tv. Piet Emmer komt constant op tv met zijn eurocentrische verhaal dat alles meevalt. De witte samenleving gaat dan niet over zichzelf nadenken. Ja, die denkt dat alles wel meevalt. Ja. Want ze krijgen het zwarte verhaal niet te horen. Ja, maar goed. Het is dan toch ook onze eigen schuld. Wij als zwarte mensen in deze samenleving. Want we laten niks horen van ons. We protesteren niet tegen het feit dat er geen historisch onderzoek meer plaatsvindt door het Ninzin. Hoe zou dat nou komen? Nou ja, dat is aan de enerzijds heeft het natuurlijk ook te maken met onze slavenmentaliteit. Sorry mensen, maar ik blijf het zeggen. We gunnen elkaar helemaal niets. Anderzijds heeft het ook te maken met die rottige streken die het Ninzin door de jaren heen met allerlei mensen, inclusief met mij, heeft uitgehaald. Waardoor onze loyaliteit en onze betrokkenheid ook verwaterd is. Weet je? Wil je dat uitleggen? Want die rottige streken die het Ninzin ten aanzien van jou heeft uitgehaald? Ten aanzien van mij? Ja, oké. Nou, dat kan ik wel vertellen. Het Ninzin heeft dat twee keer gedaan. Eén keer toen ik een symposium over sociale mobiliteit van zwarte mannen wilde organiseren. Mm-hmm. Dat was in 2010. Toen was ik al een vergevorderd stadium met Eddie Campbell. En opeens kwam Arthur Kane zeggen van het gaat niet door. En dat hebben ze in 2014 opnieuw gedaan. En dat was mevrouw Joyce Overdijk Francis, die toen vicevoorzitter was. Ik zou toen een symposium over de Arabische slavernij organiseren. Ja. Daar had ik jarenlang over meelopen leuren, want niemand wilde er in die tijd aan, reeds vanaf 2008, omdat ja, ze hadden geen zin daarin, maar nu is het, wordt het overal en er wordt ook onderzoek gedaan. Maar goed, in 2014 zou dat eindelijk doorgaan en was ik al bezig met iedereen om dat te organiseren en zo. En wordt het opeens zonder vorm van proces stopgezet.
ik word niet, er wordt niet mijn financieel verlies wordt niet goed gemaakt, niks ervan. En een paar maanden later gaan ze iets soortgelijks zelf organiseren, waarin ze die Arabische slavernij als onderdeel meenamen in een ander symposium dat door de stad Amsterdam werd. En daarmee hebben ze mij dus gewoon tekort gedaan, ja. En, dat, en ik ben niet de enige, maar met meer mensen gaan ze gewoon op een onbeschofte, onbehoorlijke manier om. Patricia, intransparant. Patricia, maar ja, als ik het zo hoor, denk ik, misschien ben je te kritisch geweest in de ogen van de witte dominantie. En ik denk dat de witte dominantie zich schuldig maakt aan een verdeel- en heersstrategie. Ja, die gebruikt, de witte gebruiken ook een verdeel- en heersstrategie. En het Nineveh is ook een beetje... in de jaren dat ik ze mee heb gemaakt, waren ze altijd toch een beetje voorzichtig, heel erg voorzichtig naar de witte toe. Ze wilden niet op hun tenen trappen. Dus als mensen kwamen met onderzoeksvoorstellen die gewoon het racisme keihard blootleggen, zoals ik nu dus aan het doen ben. En ook natuurlijk mensen als Gloria Wekker en Philomena Esset en anderen, maar die zitten in buitenlandse settings, dus die kunnen dat heel makkelijk doen. Die hebben die witte hier niet nodig om iets te kunnen publiceren. Maar als je in een van een Nederlandse setting afhankelijk bent, word je bespeeld enerzijds door de witte dominantie en anderzijds door de zwarte die het licht in de ogen niet gunnen. Patricia, de vraag is natuurlijk, je hebt het over de witte dominantie, je hebt het over hoe moeilijk het is om je stukken te publiceren. Heb jij het idee dat de witte mensen, het witte bolwerk in de media en in de wetenschappen, eigenlijk niet willen horen hoe hun voorouders tekeer zijn gegaan? Ik denk het wel, ja, want het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Het is heel naar. En als je een idee van jezelf hebt als een rechtvaardig volk en je ziet wat je voorouders hebben uitgesproken, en als je een idee van jezelf hebt dat je je positie nu alleen maar aan jezelf te danken hebt, aan je eigen inspanningen, en niet aan een voorsprong te danken hebt en niet aan racisme te danken hebt, dan is het wel lastig als iemand je komt vertellen van hey, kom van je high horse af, want je profiteert alleen maar, je maakt gebruik van je privileges. En ze willen natuurlijk die privileges niet opgeven. Want er zijn natuurlijk zat witte mensen, intellectuelen, linkse intellectuelen, die de mond vol hebben over racismebestrijding. Maar verbinden daar geen consequenties aan. Hè? Het blijft gewoon een theoretisch verhaal. Want als je racisme wil bestrijden, moet je eerlijk willen delen. En dat willen ze gewoon niet. De Groene Amsterdammer bijvoorbeeld, die gaat niet zwarte historici of zwarte journalisten het verhaal laten vertellen. Nee, zij vertellen nu wel het juiste verhaal, want die groep heb je wel. Je hebt wel een groep historici en journalisten die wel het hele verhaal vertellen, maar dat hebben ze allemaal van ons ingepikt. Want wij hebben vanaf de jaren 80, hebben wij gezegd, die slavernijgeschiedenis, zoals jullie die vertellen, klopt niet. Wij hebben nieuwe vragen gesteld. Wij hebben nieuwe bronnen aangevoerd. Wij hebben hypotheses bedacht. Maar we hebben het geld niet gekregen om dat uit te zoeken. En door het gat dat het Nineveh heeft gelaten, kunnen nu, ik zal maar zeggen, die linkse historici onze input, onze bijdrage gebruiken om dan die geschiedenis te gaan onderzoeken, want zij krijgen wel het geld en zij krijgen wel die opdrachten. En daardoor blijft die dominantie bestaan. Dus je hebt dus de dominante, traditionele, eurocentrische historici als Piet Emmer. Ja. En je hebt dus de nieuwe lichting van linkse historici die wel het hele verhaal vertellen, maar allebei profiteren ze van ons. De ene profiteert door ons te negeren, dat zijn die emmers van deze wereld, en die anderen profiteren door ons verhaal te vertellen. Wat zie je als oplossing van deze zaak ten slotte? Ten slotte gewoon eerlijk delen. Eerlijk delen, quota,
registreren, positieve actie en openbreken van en in dit speciale slavernijgeschiedenisbedrijf, het KNAW is een totaal wit instituut met witte geschiedenisinstituten. En wij zwarten komen niet aan de bak. En de KNAW moet dat rechtzetten. Ik denk dat inclusiviteit en diversiteit nog ver te zoeken zijn in deze. Er valt nog een wereld te winnen in deze. Ja, dat is zo. Ja, Patty, we zijn gekomen aan het eind van dit gesprek, Patty. Ja. We danken je heel hartelijk dat je een toelichting gegeven hebt op het stuk dat je geschreven hebt. Mm-hmm. En als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, gaan we je weer bellen om heel commentaar te geven. Ja, heel graag. En we spreken elkaar en we wensen je nog een fijne voortzetting van de zondagavond. Ja, hetzelfde wens ik jullie. En zorgen jullie allemaal, ook de luisteraars, goed voor jezelf dat je geen corona krijgt of andere ellendige dingen. Nee. Oké. Is goed. Dank je.